Ik ben onfatsoenlijk. Ik neig ernaar om PVV te stemmen. En dat is een partij volgens vele mensen die onfatsoenlijk is. En ook politici vinden de PVV onfatsoenlijk. En politici, dat zijn ook net mensen. En de PVV heeft onfatsoenlijke standpunten. En in de PVV zitten ook onfatsoenlijke mensen. Ik ben ervan geschrokken, dus ik ben me maar eens gaan verdiepen in een fatsoenlijke partij. Een fatsoenlijke partij, zoals de Partij van de Arbeid. Een fatsoenlijke partij met fatsoenlijke leden, zoals mevrouw Evelien Herfkons. Ze ontving ten onrechte $280.000 huursubsidie en vond dat ze daar wel recht op had. Want een echte sociaaldemocraat heeft natuurlijk wel het recht op een fatsoenlijke woning. En haar motto is waarschijnlijk dat de sterkste schouders haar lasten moeten dragen. Dan hebben we nog Guusje Klokklok ter Horst. Zowel haar beleid als zij zelf zijn besopen. Ze is dan ook ooit gepakt tijdens haar burgemeestersperiode in Nijmegen met een slok op achter het stuur. En dan hebben we natuurlijk nog Good Old Wim Kok. Die zich uitsprak als minister-president zijnde tegen de exhibitionistische salarisstijgingen. Maar toen hij zelf eenmaal commissaris was bij de ING, stemde dezelfde vakbondsleider Wim Kok wel in met een salarisstijging van 50%. Rotterdams PvdA-raadslid Boesra Ismaili beantwoordde de mail van een lezer met een tirade en met de woorden: jullie zijn hier de allochtonen, bekeer je tot de islam. Nog zo'n figuur is Jo Ritsen. Die vond ten tijde van zijn ministerschap, hij was minister van onderwijs, dat het allemaal veel efficiënter en goedkoper kon in het onderwijs. Maar na zijn ministerschap ging hij naar de Universiteit van Maastricht en bedong daar €372.000 om zijn pensioengat te dichten. PvdA-wethouder Lodewijk Asscher was in 2007 en 2008 erg bezig met de gezinsuitbreiding in de relationele sfeer. Hij vond het blijkbaar niet meer dan normaal dat de belastingbetaler daar ook aan mee moest betalen. Hij kocht rompertjes. De Haagse wethouder Henk Kool heeft geprobeerd om Constant Martini, voorzitter van de Haagse Partij van de Arbeid en oud-wethouder van Den Haag, een lucratieve opdracht te gunnen voor een onderzoek naar de toekomst van gesubsidieerde arbeid. Martini zou voor de klus, die ruim een maand zou duren, een vergoeding uit de gemeentekas krijgen van €1.250 per dag. Dan hebben we nog voormalig minister Bos. Die gaat op werkreis, verliest zijn zonnebril en om de een of andere onverklaarbare reden komt hij tot de conclusie dat de belastingbetaler die hem moet gaan betalen. Nog zo'n enorme multiculti-topper is PvdA-raadslid Nadia Simari uit IJsselstein. Die suggereerde in een interview met de pers dat mensen om de juiste redenen gestenigd moeten kunnen worden. Dan hebben we in Amsterdam-Zuidoost een stadsdeelvoorzitter, Elvira Schwiet, die al tot 2 maal toe veroordeeld is voor rijden onder invloed. Een ander voormalig PvdA-raadslid, Ernest Owusu-Sekiere, was betrokken bij een verkeersongeluk waarbij hij iets te veel had gedronken. Eerder dat jaar was de drankengroothandel van zijn vrouw al een keer binnengevallen door de politie. Er vonden wat illegale activiteiten plaats. Ook werd er een doorgeladen pistool aangetroffen. En natuurlijk onze allerburgemeester Alain Wolfsen, die een publicatie in een krant tegenhield omdat die kritisch waren over een terechte of onterechte subsidie van €17.000 die de heer Wolfsen had geïnd aan woonkosten. Deelraadslid Amanda Carr van de PvdA in Amsterdam-Zuidoost is gepakt voor autorijden zonder rijbewijs, zonder verzekering en daarbij heeft ze ook nog een valse naam opgegeven. PvdA in Amsterdam-Zuidoost was trots dat ze een jong raadslid binnen hadden gehaald, Randy Stena. Hij werd gekozen, kwam alleen nooit opdagen, maar incasseerde uiteraard wel zijn geld. Wethouder Arie Duivenstein van Almere heeft ruim een jaar van de gemeente een onkostenvergoeding gekregen van €1.400 per maand. Dat is in strijd met de regels van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar voormalig minister Bert Koenders gaf tegen de Europese regels in een leuke opdracht van €750.000 aan zijn vrienden Boy en Van Brugge van campagnebedrijf BKB. Dezelfde Boy en Van Brugge hadden jaren eerder geprobeerd om samen voorzitter te worden van de Partij van de Arbeid. Dit geld, €750.000, was voor een eendaagse happening. En alleen de website kost al €40.000. Dan heb je nog minister Kramer en minister Vogelaar. Voormalige ministers moet ik zeggen. Iedereen weet dat ze niet uitblonken door hun charisma
en door een fijne uitstraling. Dus daar moest wat aan gebeuren. En op kosten van de belastingbetaler werd partijgenoot Dick Ista ingehuurd om hun imago op te vijzelen. Schijnbaar is dat niet gelukt, want we weten hoe het met Vogelaar is afgelopen. Knettergek! PvdA-staatssecretaris Timmermans heeft een pro-Europa-tour gehouden en alle bobo's van de partij mochten mee. Het werd echter niet betaald door de PvdA, maar door de belastingbetaler. En wie werden er ingehuurd? Precies, de vriendjes van Koenders van bureau BKB. En zo kunnen we natuurlijk nog wel even doorgaan. Opvallend is wel dat dit soort mensen zelden uit de partij worden gezet. Gelukkig heb je een paar heldere geesten bij die partij die er zelf uitstappen. Maar er komt weinig voor. Maar dit alles overwegende en deze fatsoenlijke partij goed bestudeerd te hebben, moet ik toch tot de conclusie komen. Tot mijn PVV. Your heart is just a special, make it look like you don't. Your sister on a day just a three-foot.